President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk hebben vandaag tijdens hun reguliere overleg gesproken over de aanstellingen van de districtscommissarissen, raad van commissarissen en raad van bestuur of toezicht. Dit meldde communicatiedienst Suriname in een persbericht. Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege de luide roep uit de samenleving. Vanuit de burgerij is er heftig geprotesteerd tegen de handhaving van onder andere Mike Nerkus als districtscommissaris en Andy Rusland als presidentcommissaris bij de NV Energiebedrijven Suriname. Besloten is de kritiek van de gemeenschap mee te nemen in het benoemen van personen in deze posities. Inmiddels is DC Mike Nerkus ter beschikking gesteld van de minister van Regionale Ontwikkeling. De installatie van de pas benoemde districtscommissarissen moet ook binnen een week plaatsvinden. De nieuwe DC's zullen eerst worden getraind door de ervaren DC's Landbrug en Giauwen, aldus meldt de communicatiedienst Suriname.